Mijn naam is Hes Dilonwijk. Ik ben filmmaker. Ik regisseer series, commercials, korte films en sinds kort op theater. Get Out draait eigenlijk om een hele simpele premise, namelijk de eerste keer op bezoek bij je schoonouders. Het draait om het koppel Chris en Roos. En Chris gaat, zoals gezegd, voor de eerste keer bij zijn schoonouders of familie. Maar stelt zich dus de vraag aan Roos, weten je ouders wel dat ik zwart ben? En vanaf dan begint eigenlijk de film. Ja, het bijzondere aan de film is eigenlijk dat het een thriller of horror is. Maar dan wel eentje met een vrij maatschappijkritische invalshoek. Alledaags racisme, verhuld racisme, het wordt allemaal eigenlijk op een hele geraffineerde manier aangekaart. Het is absoluut meer dan een spannende thriller. Ik denk dat, dat deze film je tegelijkertijd laat schrikken. Get out! Yo! Ik denk dat de film je ook laat lachen. En ik denk ook vooral dat deze film ook wel stof tot nadenken geeft. Dus dat je achteraf best wel iets te bespreken hebt met elkaar. Ik denk dat deze film laat zien wat de kracht van diversiteit is. Niet alleen voor de camera, maar ook achter de camera. Juist omdat het zo'n verfrissend en nieuwe kijk is op Amerika. En wellicht is eigenlijk datzelfde beeld ook te kopiëren naar Nederland toe. Zie je toch dat het winstgevend kan zijn. Dus het verdient eigenlijk navolging, zou ik zeggen, in Nederland. Al in het eerste, volgens mij, eerste weekend bracht de film al 30 miljoen op. En het laat dus zien wat kleur voor en achter de camera kan opleveren. Geld en originele ideeën. Ja, het is absoluut een film die terecht de sterren en de accolades verdient die hij heeft gekregen. Hij is zeer origineel. En wat ik al zeg, omdat hij ook genre overstijgend is en ook nog eens stof tot nadenken geeft, verdient hij echt alle lof.